morning. Vince had ons steelpannetje laten aanbranden. Dus nu hebben we letterlijk alleen nog maar zo'n kookpan als dit. Om havermout zo in te maken. Ik hoop dat het... Oeh, shit, staat te hoog. Help, oké, wacht. Dit jaar nemen wij geen kerstboom, omdat we natuurlijk die kittens hebben. En ik ben bang dat zij dan echt alles gaan slopen. Want ze zijn echt heel wild. Dus sowieso gaan ze in die kerstboom hangen. Er is een zieke achtervolging gaande, jongens. Er is daar een pont en er varen 4 politieboten omheen. Nu ben ik heel benieuwd. Zit er een crimineel op die pont of zo? Ik heb 2 video's geëdit vandaag. Net. Ik ben nu klaar. Het is 4:30. Ik heb echt nog heel weinig gefilmd. Maar ik heb zometeen de 21 dinner van een hele goede vriendin van mij. Ik ga er samen met Fleur heen, andere goede vriendin. Ja, jullie kennen Fleur waarschijnlijk wel, eens vaak in mijn video's geweest. Ik ga dus denk ik sowieso dit topje aandoen, want nou ja, glitter glitter. Dan doe ik mijn glitter hakken aan. Moet ik alleen even kijken wat ik eronder doe. En ik wil denk ik ook wel een blazer eroverheen, anders krijg ik het echt ijskoud. Wat ik dus kan doen is deze broek. Dit is een glitterbroek met dit topje, maar misschien is het wel heel heftig. Ik denk dat iedereen dus jurkjes aan gaat doen. Oh, ik heb ook een glitter panty. Dat is ook wel leuk hoor. Oh, maar ja, deze panty kan niet met die hakken, want mijn hakken zijn open. Oh, maar misschien wil Fleur deze panty wel. Ga ik aan haar vragen. Oké, this is gonna be the outfit. Ik heb lekker alle kleuren glitter door elkaar heen. Maar ze zei dat het niet overdressed kan zijn, dat het niet te veel kan zijn. Dus ik heb lekker alle glitters die ik heb gematcht met elkaar. Topje van Summer Someday, blazer van Naked, broek van de Zara, tasje van Shein en schoenen van de Zara ook. Dus I like it. Ik ga me nu snel opmaken, alleen ik moet dus over een kwartier weg. Dus ik moet zeker snel gaan opmaken. Ik wil wel even een leuk make-upje doen met glitters. Dus ik hoop dat ik het red. Ik wil niet wie er nog meer komen, behalve Fleur en ik. Dus ik heb er echt zin in. De meid is opgemaakt. Ik ben helemaal ready. Ik heb mijn haar strak in een hoge staart gedaan. En gewoon lekker een simpel make-up lookje. Het is zo'n stress om de deur uit te gaan. Nu ben ik ook nog eens te laat. Dus wel een beetje kut. Ik haat het echt om haast te hebben en gestrest te zijn. Het is echt het irritantste wat er is. Maar goed, ik ben on my way. Leuk hè, dit zo. Met die blazer eronder. I love it. Het is echt koud buiten ook nog eens. Wij hebben dus een elektrische parkeerlift. Een automatische. En normaal werkt hij gewoon. Maar nu werkt hij niet. Je houdt zeg maar je chipje voor het ding. En dan haalt hij jouw auto automatisch op. Maar hij werkt niet meer. En ik was al te laat, duurt nu al 10 minuten. Oh wacht, ik hoor beweging. Oh yes, daar komt hij. Oh my god. Het is gefixt na een kwartier. Gelukkig. Ik ben nu echt wel al een stuk te laat, maar gelukkig is het gefixt. Dan kan ik onderweg. Ik ben bij Fleur. En kijk, jouw outfit. Show the fit. Glitter, jezus, wat is hier warm. Ja, weet ik. Ik had het heel erg leuk. Heel leuk. Echt, dat topje is leuk. En die panty is dus van mij. Oh, die liet ik nog zien, die glitterpanty. Echt leuk hoor. Ja, ik ga even niet meer jas uitdoen. Moet ik zo wel alles aan doen. Ik had hier dus nog ook glitters. Dat kan ik ook niet doen, want je gaat er helemaal onder zitten. Dit is wel leuk voor oud en nieuw. Ja. Nou, ik heb dus van de Body Shop. Of nee, de. Oh. Nee, iets ja. Anders. Bath & Body Works. Oh, heb ik zo'n gouden glitterspray. En dat is een soort olie met glitters in. Dus kan je overal doen. Dat is heel mooi. Ja, voor je benen. Heel subtiel. Ik heb. We are on the road, on the bike. Ja. Fleur fietst, as usual. Fleur fietst altijd als ik mee ben. Jullie hebben de regenboog springrolls, zijn het? Waarom heet het de regenboog springrolls? Omdat bijna alle kleuren van de regenboog erin zitten. Eet smakelijk. Thanks. En dan de laatste tijd van de ik ben ook, die zei heeft zelf bruin opgelegd. Dus ze denkt dat ze nu bruin is. Ik ben ook bruiner geworden. Ook leuk om te kijken bij jou. Maar die, ik heb die van, daar zit de microfoon. Ik heb nu die, ja daar heb je nu je vingers op. Ja zie je, dat dacht ik. Ik heb nu die tanning nog van Colin Star. Die zijn heel chill. Ja, die zijn echt heel chill. Als je bij mij bent, kan je ze gebruiken. Oké, ik heb een scheef ook. Kijk, het valt echt niet op. Wat er gaat bij ons oppassen als we bij
Als de baby. Ja, de kinderen ja. Als we naar uitgaan. Volgende gang. Jullie hebben oranje wortels en paarse wortels met eronder een pompoenpuree. En erop zit pastinaakjes. Geniet ervan. Ga door. Grote ga je doen. Antje, Antje. De hele kleine speler. Wat wil je vertellen? Nee, ik heb niks. Nee, ik ook. Ik dacht misschien gehaald. Nee, ik heb niks te vertellen. Wil jij jezelf eens gehad? Kijk. Vertel eens wat je hebt gehad. Nieuwe oorbellen. Van mijn zus. Salam. Ik weet niet waar. Lucardi. Lucardi. Ketting van Anouk en Kiara. Van Baidu. En je ziet A van Anouk en een C van Kiara als voor de camera recht houden. Ja, ja, kijk A en een C. Helemaal leuk. Miro heeft twee keer naar wijn gekregen. Ja, dus ik kan heel veel lekker wijn drinken. Echt, je wordt lekker wijn in je gesproken. Ja, ook weer wijn. Zullen we even vertellen? Mijn lieve zusje is 21 jaar geworden. Officieel volwassen. Nou, Fleur die neemt helemaal. En we hebben een hele gezellige avond te rijden. Ja, nou proost. Cheers on that. Vegetarische versie van kokkies. Je kijkt echt bezeten. Boe! Nee! Ik ben aan het filmen. Ben jij? Wil je wat zeggen? Hoi. Wow, ik lijk echt 180 kilo. Nee man, helemaal. Oké. Ja, vind je het gezellig? Dat vind ik echt niet. Bedankt. Ik vind het gezellig. Jij? Ik ook. Nur is echt een vlogger. Zij heeft alles gefilmd deze avond. Ja. Ik word gelijk famous. Wat je gebeurd? Ja. Nee, wat staat er op tafel? Het is een stilvagel cheesecake en dat is het. Geen idee waarom, maar dit is weer het laatste beeld wat ik gefilmd heb. Volgens mij heb ik echt de helft van de dagvlogs niet afgesloten. Die van morgen heb ik ook niet afgesloten, dat weet ik nu al. Ben ik vergeten. I'm sorry. Het was heel gezellig. Daarna zijn we gewoon naar huis gegaan eigenlijk. Gaan slapen, that's it. Dus thanks voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Je kan me ook volgen op Insta, Isaluna. En vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Zie ik je morgen weer. Bye.